Waarom je soms op reset moet drukken in je bedrijf. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Corné. Deze video gaat over transformatie. Maar wat je moet doen en wat je kunt doen als je bedrijf een beetje met de rug tegen de muur aan staat. Stel je voor dat je met jouw organisatie in een heel lastig pakket bent gekomen. Omdat misschien door een crisis of door de crisis waar we met elkaar nu in zitten, dat je met de rug tegen de muur staat en dat je gewoon even niet meer weet waar je naartoe moet. Dat je je verdienmodellen niet meer op orde hebt. Of dat je bijvoorbeeld ziet dat jouw markt, dat je misschien nu nog wel geld aan het verdienen bent, maar dat je weet dat je over een niet afzienbare tijd dat het steeds moeilijker wordt, dat de concurrentie toeneemt, of dat jouw product misschien niet meer voor de toekomst geschikt is. Dat maakt het wel heel erg lastig. En als je aan zoiets aanloopt, dan moet je soms een hele grote stap nemen om te zeggen van, nou, we gaan het rigoureus anders doen. Ik heb het zelf nog niet zo heel lang geleden gedaan met een van mijn bedrijven. Zijn we het helemaal anders gaan doen. En nog niet zo heel erg lang geleden ben ik geconfronteerd met de ELF-methode. Dat staat voor easy, lucrative en fun. Ja, dus gemakkelijk, moet lucratief zijn, je moet er geld mee kunnen verdienen en het moet leuk zijn om te doen. Nou, dat heb ik van Joe Polish geleerd en ik gebruik dat nu steeds meer in mijn eigen bedrijven en dat bevalt ontzettend goed. Als je nou voor jezelf gewoon een persoonlijke stip aan de horizon hebt, dan weet je ook waar je naartoe wilt en weet je ook waar je naartoe kan. En als je maar zelf weet dat je bedrijven makkelijk moet zijn om te doen, dat je niet heel, heel veel inspanning moet verrichten om je een bepaald doel te behalen, bedoel ik niet meer dat je niet hard moet werken, omdat je misschien dingen doet die je zelf niet meer leuk vindt, dat je het ook heel erg bij jezelf moet zoeken. En dat kan ook voorkomen dat je bedrijf, ook al zei, als je bedrijf kan bij jezelf liggen, dat je het misschien meer leuk vindt om te doen. Maar het kan ook zo zijn dat jouw organisatie of jouw bedrijf het gewoon niet meer kan. Omdat het gewoon, de markt is veranderd. En dan kom je op een moment uit dat je echt moet gaan transformeren. En je ziet dat bedrijven die al heel lang bestaan, dat ook doen. Geen enkel bedrijf doet 100 jaar of 200 jaar hetzelfde. Echt exact hetzelfde. Ze gaan altijd mee en ze evolueren, ze transformeren naar steeds iets nieuws. Als je bijvoorbeeld naar Nokia kijkt. Nokia kennen we van de telefoon, als telefoonfabrikant. Inmiddels is het alweer wat ouder. Maar ze waren, in het verleden waren zij een rubberfabrikant. Dan kan je denken van, een rubberfabrikant en zijn ze telefoons gaan maken. En nu zitten ze wat meer in de softwarekant. Ze zijn natuurlijk overgenomen door Microsoft. Uiteindelijk is het, na heel veel jaren is Nokia niet echt fantastisch met Nokia afgelopen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het Amerikaanse Corning bedrijf. Dat is een gigantisch groot bedrijf wat eigenlijk glas maakt. En wat al bijna 250 jaar geloof ik bestaat, al heel erg lang. En wat zij doen is, zij om de zoveel jaar vinden zij zichzelf volledig opnieuw uit. En dan gaan ze compleet iets nieuws doen. Zij zijn de eerste fabrikant geweest die voor smartphones glas is gaan produceren. Apple was hun eerste klant en nog steeds. Apple laat het glas produceren voor al hun iPhones bij Corning. En dat heet ook wel Gorilla Glass, want dat is gewoon een bedrijf wat het onderdeel is van Corning. En dat is wel heel erg, ik vind het zelf heel mooi om te zien dat dat soort organisaties gewoon zien van oké, wij maken glas of wij spreken het servies bijvoorbeeld en we zien dat dat niet meer uit kan, dat er geen goed businessmodel op zit, omdat er gewoon te veel concurrentie is. En dan gaan ze iets compleet iets nieuws doen. Wel met de kennis die ze hebben, maar ze gaan compleet iets nieuws doen. En dat zou ook iets kunnen zijn waar jij met jouw bedrijf tegenaan loopt. Dat je nu zoiets hebt van, wat ik nu doe, kan ik dat over 2, 3 of 5 jaar of 10 jaar nog steeds doen? Of is het dan, gaat het dan niet meer? Niemand kan naar de toekomst kijken. Maar vaak weet je als ondernemer heel goed van waar je voor jezelf, waar je zelf staat. En uiteindelijk ook waar je naartoe gaat. En soms wil je er misschien niet helemaal aan toegeven. Ik heb het zelf meegemaakt met een van mijn bedrijven zoals Hi-Fi Corner. We zijn als familiebedrijf ruim 40 jaar geleden begonnen met gewoon retailen. We verkochten audioapparatuur en televisies, dat soort producten vanuit de winkel. Dat hebben we ruim 30 jaar gedaan. Toen zijn we online gegaan, toen zijn we dat online erbij gaan doen. Nou, dat werd alleen maar groter en groter. Dat hebben we 12 jaar gedaan. Toen zijn we echt meer op omnichannel gaan richten, want we merkten dat die markt heel moeilijk werd. We zagen echt in van oké, we zagen een paar trends gebeuren. Wij zagen bijvoorbeeld in dat de fabrikanten zelf gingen verkopen. En toen wij dat de aanzag kwam, dachten we van oké, hoe gaan we ons hiervan onderscheiden? Want we hebben geen eigen producten, dat hadden we niet. En we zijn gewoon, wij verkochten heel simpelweg gewoon dozen. Wij kochten een doos bij een leverancier in en die verkochten wij weer. En dan gaan ze wat advies bij en we combineerden wel producten. Maar we konden steeds moeilijker toegevoegde waarde toevoegen. Op een gegeven moment hebben we gezegd, we moeten misschien wel meer winkels gaan openen. Dan zijn we een winkel erbij gaan openen. Zaten we in Groningen, zaten in Amersfoort. Maar we merkten gewoon dat wij in een heel lastig speelveld zaten. We hadden
een moeilijk product om te schalen, zeg maar, omdat het heel veel advies nodig had. We merkten dat het verschil werd gemaakt door advies. Maar er was aan de andere kant, hadden we heel veel prijsspelers of grote spelers op de wereld, zoals bijvoorbeeld een Amazon, die soms heel erg goedkoop met een artikel was. En dan hadden wij de last, dan gaven wij de servers en dan kocht de klant het bij Amazon bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen hebben wij ook meegemaakt. Op een gegeven moment hebben we gezegd, oké, dan moeten we echt gigantisch hard op reset gaan drukken. Natuurlijk ga je eerst heel hard proberen om allemaal andere dingen te doen. Op een gegeven moment hebben wij gewoon gezegd van oké, ja, dit gaat niet meer, dit werkt niet meer. Dus we moeten stoppen met alles wat we doen en we moeten opnieuw gaan nadenken wat we gaan doen. Nou, ik zit zelf nu met Hivercore midden in die transitie. We hebben gezegd, oké, we gaan stoppen met... We zijn al gestopt vorig jaar al, in november al, 2019, met al het verkopen van apparatuur. We verkopen helemaal niks meer. En we gaan opnieuw naar de tekentafel en we nemen daar ook heel veel tijd voor. Want we hebben wel zoiets van, dit is... Doe je niet even een overnight, hè? Je gaat niet even in een paar maanden tijd je bedrijf omgooien. En nu is het voor ons geen core business meer, dat moet ik wel even bij zeggen. Dus we doen nog heel veel andere dingen daarnaast. Want we hebben gezegd, oké, we gaan dit parkeren, Hi-Fi Corner. En we hebben gezegd, we gaan die kenniskant op. En daar zijn we heel druk mee bezig. En we bouwen langzamerhand aan een community. Maar dat betekent dat we ons hele bedrijf, dus van retail, 40 jaar geleden van alleen maar een winkel hebben, naar afgelopen 12 jaar een omnichannel retailer te zijn geweest. Hebben we gezegd, oké, we gaan nu ook stoppen met het fysieke product, want daar zit voor ons geen meerwaarde meer. Dat kan je straks bij Amazon veel goedkoper kopen. Of dat hou je bij Coolblue bijvoorbeeld. Die kunnen het veel sneller leveren dan wij het bijvoorbeeld kunnen. Dus daar valt voor ons geen verschil meer te maken. En nu zijn we bezig met de transitie naar een kennisbedrijf. Toen zeggen we, gaan alle kennis die we hebben, gaan we op een onafhankelijke manier delen. Nou, dat is een hele transitie. Dat is ook wel een spannende transitie. We hebben geen idee of het gaat lukken. We zijn afgelopen week net weer begonnen met een paar nieuwe diensten. En dat begint te lopen. Dat gaat best wel heel erg leuk. Dus we zijn ermee bezig. En als je het heel leuk vindt, dan ja, blijf mij dan volgen. Want ik ga daar heel veel over vertellen, over die transitie. Want ik vind dat gewoon heel erg leuk om dat met jullie te delen. Of het nou wel of niet lukt, nou, dat gaan we zien. Hè? Dat zeggen wij ook heel eerlijk. Dat is voor ons ook nieuw. Maar dat is voor elk bedrijf is dat lastig. Want je moet die stip aan de horizon moet je hebben. En dat is een beetje, soms word ik wel een beetje moe van als iedereen dat zegt. Oh ja, die stip aan de horizon, die stip aan de horizon. Maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Je moet heel goed weten. En vooral als ondernemer zijn. En zeker als je in het MKB zit en je hebt een bedrijf waar geen duizenden mensen werken. Maar gewoon een wat kleiner bedrijf. Misschien met 3 mensen of misschien 50 mensen. En dan sta je als ondernemer toch echt wel zelf aan het roeren. En dan moet je ook zorgen dat het lukt. Dat je dus die stap kunt maken, zeg maar. En dat je ook kunt zeggen, oké, we moeten hier naartoe en niet daar naartoe. En wat ik zelf wel gemerkt heb, dat kleine veranderingen doen. Om te denken van, oké, dit werkt niet meer. We gaan een klein veranderingetje doen, we gaan dit proberen. En wat je eigenlijk doet, is je met heel veel tijd aan het verliezen. Dat hebben wij zelf ook gemerkt. Van heel veel dingen, oh, we gaan dit proberen, winkel erbij. Oh nee, werkt toch niet. Heeft heel veel geld gekost, heel veel energie gekost. Toch niet genoeg aandacht misschien gekregen. Of wat er ook, hoe dan ook. Maar het werkte uiteindelijk niet. En dan ga je en dan kom je zelf in een visuele cirkel terecht, dat het alleen maar negatief wordt. Dan zit je op een moment dat je denkt van oké, ik ben dit aan het proberen, mislukt. Dat aan het proberen, mislukt. Dus aan het proberen, mislukt. En ondertussen ben je alleen maar geld aan het verliezen. Wordt het allemaal heel negatief, wordt het ook een hele emotionele rollercoaster waar je in zit. Kijk, en dat moet je echt zien te voorkomen. En als je dus nu als ondernemer in een positie zit dat je denkt van het wordt wat lastiger. Ja, kijk eens heel goed naar het speelveld waar je in zit. Schrijf het op, trek eens een lijntje omheen van wat gebeurt er omheen. En moet je niet veel verder out of the box denken? Moet je niet echt iets gaan veranderen? En dat is natuurlijk heel erg spannend, hè? Want als je zo'n verandering doet, kan het ook helemaal misgaan. Alleen wat je wel eens moet afvragen is, ga je heel lang door? Ga je jarenlang aanmodderen, om het zo maar even te noemen? Ga je om dingetjes proberen en dingen zien dat dingen mislukken? Misschien kleine succesjes halen, maar die niet groot genoeg zijn om het grotere plaatje draaiend te houden. Of zeg je, trek je een lijn, zeg je oké, tot hier en niet verder. We drukken ook echt op reset. En dat betekent niet dat je failliet hoeft te gaan, hoor. Dat wil ik er niet mee bedoelen. Dat wil ik niet met op reset drukken gaan. Dat je gewoon zegt, ik stop nu hier. Ik bouw het even af. En ik start weer opnieuw op. En dat kan je natuurlijk met een deel van je bedrijf doen. Maar als je zoiets doet, dan moet je het wel met een heel goed plan doen. Nou, wij zijn er nu mee bezig. En als je het leuk vindt, ja, blijf me even volgen hierover. Ik ben ook heel benieuwd wat je van deze video vindt. Like me even als je hem leuk vindt. En volg mij neem even een abonnement op mijn YouTube-kanaal. En tot de volgende keer. Dankjewel.